Ik ben Sjoerd van der Wouw, campagneleider bij Stichting Wakker Dier en regerend communicatieman van het jaar. Vooral vanwege de plofkipcampagne. Wij hebben daar heel veel aan gehad als Stichting Wakker Dier, doordat we toch professioneel naar ons wordt gekeken. Dat bedrijven ook zien dat we er zakelijk mee omgaan en dat er binnen onze femen en schemen dus niet alleen iets te verliezen is, maar ook iets te winnen. Dus daarom zou ik iedereen willen aanraden, geef je vooral op. Je maakt een mooie kans en kom ook 3 december, want het is een hartstikke leuke dag. Ik ben Celia Noordegraaf en ik heb in december 2011 ben ik uitgeroepen tot communicatievrouw van het jaar. Ik werk bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch als hoofdcommunicatie. En ik heb de prijs gekregen omdat ik op een, zoals de jury zei, op een creatieve manier het ziekenhuis heb weten te verbinden met de samenleving. De vereniging probeert met deze prijs rolmodellen te creëren. En dat heb ik ook heel erg gemerkt. Sindsdien, en dat was niet alleen het eerste jaar, dat is nog steeds zo, word ik veel gevraagd voor presentaties, workshops. En dat is ook heel leuk om te doen en een geweldige kans om op die manier je vak uit te dragen. Ik ben mijn team nog steeds erg dankbaar dat ze mij hebben voorgedragen. Draag hem of haar voor, want het is niet alleen voor hem, maar ook voor de vereniging en voor de club waar je aan verbonden bent, een belangrijke opsteker. Ik ben Alex Girasi, communicatieman 2010. Een titel met betekenis en ik merkte ook in de eerste dagen nadat ik de prijs had gewonnen dat er in de tram naar me gekeken en over me gepraat werd. Ik hoorde mensen zeggen, goh, hij is zo gewoon gebleven en dat hij zich niet laat rondrijden in een dienstauto, maar gewoon met het openbaar vervoer gaat. Vleiend natuurlijk totdat mensen aan mij vroegen of ik nou inderdaad minister Jan Kees de Jager was. Celebrity ben ik dus nooit geworden, dat heeft de prijs mij niet opgeleverd, maar wel erkenning en aandacht voor de onderscheidende en vernieuwende communicatie van de Noord-Zuidlijn, die ook echt nadrukkelijk een bijdrage heeft geleverd aan het herstellen van het vertrouwen en de verbindingen tussen dit omstreden project en haar stakeholders. Ik heb het altijd eervol gevonden en dat vind ik nog steeds om een van de ambassadeurs van onze communicatieberoepsgroep te zijn en andere professionals, bedrijven en organisaties te laten zien hoe relevant en hoe mooi ons vak is. Laten we dan ook voor Logeion dit jaar weer een hele goede ambassadeur kiezen bij Artis. Kom dus ook allemaal. Weet u eigenlijk wat Jan Kees de Jager tegenwoordig doet?